Hallo iedereen en welkom bij de crackdown van onze favoriete biker, Johnny. Vandaag gaan we weer lekker race doen, whatever. Zien we wel. Ja, ik krijg een berichtje. Ah. Classic. Wat ook echt geweldig is, is alleen krijgen op fucking nog ineens een minuut van de zon gebruiken. Dus hopelijk dat we dat niet weer krijgen. Ja, ik krijg Jimmy aan het vallen. Dus we moeten Angus bellen. Oké, waarom niet? Misschien wel. Kijk wat hij heeft voor de sidequest. En daarom. Hé, jammer. Dat is teleurstaand van hem. Maar voor nu gaan we lekker naar Stubbs. Oh! Ineens. Oké. <Okay. laughs> echt waar, GTA af en toe niet normaal. Wat leuk is dat de hele wereld zo. Ja. Kleurloos is. Ik weet niet hoe ik dat kan aan basis waarschijnlijk door kan je botsen voor installeren of wat ik niet ga doen. Dit spel zou natuurlijk mogelijk houden. Nou, misschien dat er in settings wat is. Ik zal er naar kijken naar deze aflevering. En ja, laten we wat lekker. Natuurlijk weer die helikopter. Nou, we zien wel hoe wat. Ik dacht, ik ga slim wezen. Ik ga hier overheen rijden van me. Nope, slecht plan. Extra hoog. Ah, die flip van net was beter. Dat is gewoon echt gewoon een gigantische. Backflip. Oh, geweldig. De physics in het spel. Wat ook leuk is, is. Jammer. Ah. De hoogpiefenclub. Natuurlijk. Ah, Mr. Stubbs is expecting you. Hey, how you doing, man? Oh, yes, sir. Hello, sir. I'm fine. Good. Hey, let me ask you something. Do you really enjoy life? I don't really know what you mean, sir. I mean, just serving all these rich morons, you know, smell of money and all that stuff, you know. Does that make you happy? Yes, sir, something like that. And tell me, sir, are you happy? I mean, has giving the man the finger really satisfied some inner urge within you, sir? Well, I think what I've learned is that there's always a man, dude. He just wears a different uniform. As you say, sir. Mr. Stubbs is in the steam room, right this way. Clements, how you doing, sport? Hey. Peter, heeft hij tenminste een handdoek om? goed genoeg. Hopelijk geen penis dit keer. Oh, I've doubled up on the therapy. Change your therapist. Oh,
but I've been seeing Dr. White since I was 7. Man's a genius. Okay, what can I do for you, man? I'm not really dressed for this, and you said it was urgent. Yes, well, there's been a clerical error down in the deepest recesses of the Civic Citadel. A group of outstanding civilians, voters, have mistakenly been taken into LCPD custody. Well, isn't there something you can do about that yourself, man? Pull some strings or something? No, I'm afraid not, sport. Way too far down the line for that. Too much red tape, yada, yada, yada. No, all you need to know is that these gentlemen are in a prison transport bus, and you, my friend, need to liberate them. Sure, I got it. Now, the bus is at the Leftwood police station. Get them out of there, and we will make it worth your while. Okay. I got it. Oh, prison break. Don't sweat it, Klebitz. Ja, hij heeft deze keer wel space in zijn broek gehouden. Of onder zijn handdoek. Dat was een opluchting. Waar is mijn snorfiets? Ah, daar. Peter. De man rolt naar zijn dood. Gelukkig overleefd. What am I going to do with that brother of mine? Oh, those coveralls chafing you? Well, you must be used to wearing Perseus suits and shit. Look, it was a victimless crime. My taxes pay your salary. Long way from the exchange now, aren't you? You yuppie pricks. Still think you're better than guys like me, huh? You should be put down. I saw what you did to that orderly. A man's organs ain't meant to look like that. Come on! Take control of the prison bus. Dan ga ik wachten tot hij aan het rijden is en dan ga ik voorspringen en dan de bus stelen. Gaat het niet bewegen of? Ja, ik heb volgens mij genoeg hier oogst erin, dus. Oké, ook kut. Oké. Kom maar, kom dan. Heel goed door je kop. Okay. Casual cannibalism.
Ik vraag me af of ik deze moet toestappen. Want ja, een bus is niet echt het snelste voertuig. Lekker uitstappen, bedoel. Zo vervelend. Hoe maar een klein diefstal hebben gepleegd en ineens dit. Iedereen stil. Let's go. So, what are you folks in for? For these fellas, it's white collar shenanigans. Caught with their hand in the cookie jar. My greed was of a more corporeal nature. I'm gonna take that as meaning you were into some sick shit. Let's not discuss it. As you wish, dear boy. I'm guessing it wasn't you I got paid to bail out anyway. I doubt those who remember me think it a great idea that I am about to be roaming free again. Okie dokie then. Yep, die gast is cannibaal. Nee, cannibalen, cannibalen. Want ja, je hebt als goed altijd te eten. Ja, je kan niet balen. En zoals je kan nog wel een lekkere hap zijn, blijkbaar. Een stuk mens. Nou, als ik hier ben. Ik zou hem niet erg vinden om een keertje mensen te proberen. Vraag me ook af wat voor stuk het lekkerste is. Had ik hem maar aangereden. What the fuck? Is dat, what the fuck gebeurt daar nou weer? Dat was apart daar ook. Dat ineens een voertuig te water ging. Of dat kon zijn dat het een bus was. Dat is wel een dagspot. Hé, hey, laten we die shit dumpen. Maar niet. Even die bus niet weg. Your friends are out to sea, Mr. Stubbs. Good luck to them. I think they'll need it. Oh, don't you worry, those boys don't need luck. You should have seen them in 73. Believe me, a short recession and a trip to Panama isn't going to finish those boys off. All traitors by blood. Great genes. I was thinking the problem might lie with one of the other passengers on their little cruise.
Later on, Mr. Congressman. Een mooi autootje gehad. Billy Bobby. Bobby O'Bally, Billy Bobby. Die ene quest nog... Oh, nou wacht, die quest heb ik nog niet. Ik heb hem net gedaan. Lekker bezig, ik. Ook dat ik de twee kerstquests op een aflevering kan halen. Als ik de weg naar thuis vind, kan muziek te bereiken. Want ik heb echt geen idee hoe ik hieruit kom. Weet je wat? Ik zet lekker een waypoint er neer. Wacht. Wat zag ik daar? Zag ik daar nou een flying rat? Ja, zie je wel. Oké, ineens wordt beschoten. Iedereen. Handig. Pak een ambulance. Ja, GTA 4, maar ze zijn alles heel geavanceerd. Voor de tijd. Even terug of zo. Hoe gaat het? Billy, I just don't see how we have a choice, man. I have a choice. I'm free. I'm not a slave. I have a choice. Jim, I love you, man, but since you've hit middle age, you really lost something. Yeah, and since you've fucking been strung out on this shit, you've lost something. You fucking mind. Easy, Jim. Look who the fuck you're speaking to, huh? Hey, what's up? I'm just trying to explain to our friend here that possession is 9/10 of the law. We should make the Slopes pay us back. Billy, I got Chad on the phone. Pay us back for what? Look, we have a business opportunity here, Johnny. I think a guy like you should be pleased. Yeah, but Jim says there's some problem. There is. That H we stole. It belonged to the Chinese. The deadbeats told them we got it and they want it back. So? Fuck them. Finally! Billy, Chad's on the phone about the meeting. Look, normally I'd be down for that, but these aren't the type of dudes you just say fuck them to. There's some heavily armed, pissed off motherfuckers who killed a couple of angels when they found out this shit was gone. Now I'm thinking maybe we could strike up a deal with them. Okay. Okay. Yeah, why don't you just suck them off while you're at it? And tell Chad I'm sober as can be over here! That's what I told him. Look, I just think that given this war we're back into with the Angels of Death, and given the fact that one or possibly two government agencies are looking into our shit, that offloading the heroin would be a good idea, all right? And looking for a fight is the wrong thing to do right now, given the fact that we can't even stop fighting amongst ourselves. Yeah, you're right. We should probably all get in a circle. No, that's not fishing. Praising kumbaya. Kumbaya. Yeah, whatever. This ain't no joking matter, Billy. We'll either end up dead in the ground or back in the lockup with you. I ain't going back there. I'd rather be dead. Damn straight. Well, you don't have to do either, man. I just think that getting rid of that stuff now is the right thing to do. Ja.
He's got a point. Okay. Alleen Chris die kan tegen een popo. Echt waar man, reis door. Tot deze zo. Also known as nigga. I'm surprised Billy agreed to this. It's the first small movie's made since getting out of rehab. Yeah, maybe he's starting to calm down. Maybe he stuck too much of that brown into his arm then. Kijk, nu kan ik lekker doorrijden. Daarachter nog. Tja, makkelijk. It was a pleasure beating you, gentlemen. Johnny, since you two were both so vocal in your support of this deal, you two are going to be the ones to hand over the brown to the Slopes. What? What are you and your boy here going to be doing? We are going to watch your backs, because unlike this fat man here, I just don't trust those little yellow bastards. Good luck. Hey, they don't need luck. We're looking out for them. This better be cool, man. So, Johnny, this is, cool and do this thing? So let me get this straight. You are here to sell us back our heroin. The heroin my cousin sweated over in order to bring to this country only to have it stolen. Look, man,
we can do business or go to war. It's your call. In this country, they seem to be the same thing, you stupid pieces of shit! Fuck you! Okay. Deze wordt neergeknald. Good. Ik schiet hem per ongeluk de hele tijd, echt. Ik ben een geweldige kameraad. Alles, altijd. Oh, kut! Oh! Ik heb het overleefd. Get to the front of the building, waarom? Ah. Pavo. Niet helpen ofzo. Johnny Kleepitz. Brian, man. Shit's fucked. Billy's been taken down. Where are you? Bill, yeah, he's fucked out. Thanks to you. Not around the corner. We're coming. Wait there. Let's get back to the bikes. Charge of the chapter, man. It's like being made captain of a sinking ship. What am I gonna do? You're gonna stick by your brothers. We gotta pull together now. Cleavage, man, what the fuck? What happened back there? Someone should light a fire under your ass, man.
En mooie graphics natuurlijk. Af en toe voel gewoon letterlijk naar fucking plastic om zo te zeggen wordt veranderd. Dus ja, nu ben ik de baas van de chapter. Dus, nu wordt alles een stuk beter. Ja, mijn mening. Jesus, that was heavy, man. Fuck it. What was Billy's fucking problem? Nothing wrong with him, buddy. You two want us to end up all dead? Man, Billy was right about you. I knew you were a rat. Now he's gone, man. He ain't gone, Brian. He's gone to prison. He's not dead. You ratted him out. You ratted him out. No, I didn't. He nearly got me fucking killed. You set us up. You always wanted to be the one, the man. You're a gimp, Johnny. A gimp and a fucking Judas. What the fuck are you talking about, you ass-kissing little weasel? Brian, Johnny's not like that, Jim. Jim, you're wrong, man. I know you're a good guy, but this dude prick, he fucked us over, man. He set us up and he called the cops. And you know why? Because they're putting heat on him. They saw him, and they've been calling him. I know, because they did the same to me. And they told me you ratted us out. You keep talking like that, you are dead, my little friend. Fuck you, man. What? You sent Billy to jail, huh? Show us your phone. Prove you ain't been speaking to the law. I don't prove shit to you, and I didn't talk to no one. Fuck you. Come on! You stay away from us, you hear? Ineens die andere random gast. I guess I gotta take over as chapter president now. When people hear about Billy going down, there's gonna be more pressure on us than ever. We gotta get through it. Brothers for life, man. Lost forever. I'll see you soon. Ding. Wat is deze? The exchange. Wat is dat nu weer? You are now president of the Lost MC. Ik vraag me wat ik daarmee kan. In ieder geval. Dan gaan we even een race gaan doen. En dan. Dat het is voor deze aflevering. Dat misschien we de volgende aflevering naar die ene man gaan. Of wat dan ook. Wat het ook is. Geen idee als ik gay ben.
heeft helemaal geen context erachter, wat nou? Like, wat voor exchange wordt het dan? Is het dan dat die een gast eruit gaat ofzo? Of, die een rijk congressman die iets wilt? Ik heb op zich geen idee. Maar hey, lekker een racie. Onze eigen kameraad rond de buien van de loods afgieten. Als hij mij van niks gaat inhalen, dan krijgen ze een bom. Of in ieder geval als ze mij gaan neer proberen in te halen, dan krijgen ze sowieso van een bom. Hoeker! Tering, kut, auw, pijn. Godverdomme. Maar ze kunnen zelf ook niet rijden, dus Loop oil. En natuurlijk ook rond. Oei, daar is iets gebeurd. En dan heb je hier ook nog terroil. Was dat bijna gemist. Dit is een weg. If there's a will, there's a way. Ja, dat is de eerste ronde. Let's go. Maar ja, nu is het wel lekker eerst blijven en winnen. Hopelijk dat ik niet op een stoep tegen wil rijden. Dus vlieg ik de ruimte in. Op zich wel grappig, maar ja, niet echt zo handig als je nu in een race zit. Toen het hier was. Zo, dus dat bijvoorbeeld. Snap nooit erop. Snel. Oh wow. Hij is zelf ook geklikkerd. Klikker wat hij is. Of klikker daar. Nou, daar tegen Johnny en Joop, dus Joop doet hij is. Ik heb een GTA 5 Johnny in ieder geval een heel kleine rol heeft. Dat ik de eerste keer dat je met Trevor gaat spelen, wordt je nu gelijk de hersenen ingetrapt. Dat is jammer. Jammer dat ook de anderen van Liberty City ook niet echt GTA 5 voorkomen. Er zijn een paar hints naar Nico Bellic, maar dat is het.
I won, let's go. Nou, dat was het voor deze aflevering. Een mooie 40 minuten op de timer. En ja, are you?